Kenny, gefeliciteerd. Een zwaar bevochten overwinning op Steven Bunting. Waar heb je deze wedstrijd op gewonnen? Karakter, denk ik. Doorzet ik vermogen. 6-2 achter. Ja, dat gaat je niet in koude kleren staan. Maar ja, die 120 finish gaf me wel even weer het betere gevoel. En ja, weet je, het is gewoon dan net wedstrijd als dit, is gewoon vechten. En, ik heb een tijdje, januari is een tijd voor familie en dingen. En ja, weet je, dat is ook belangrijk. Maar op het einde van januari heb ik me wel weer goed voorbereid voor dit toernooi. En ja, daarom ben ik extra blij met deze overwinning. Ja, want ik heb je bijna nooit zo euforisch gezien na een overwinning op het podium. Ja, tuurlijk, ik wil zoveel en ik wil zoveel bereiken. En soms komt het er niet altijd uit. En ja, had deze wedstrijd ook zo kunnen zijn. Maar ja, ik ben blij dat ik deze wedstrijd over de lijn heb getrokken. Dat is het belangrijkste. Ja, het begin was niet heel erg goed, maar dat heeft dan ook te maken met gebrek aan wedstrijdritme dan. Ja, precies wat ik zeg van tijd met de familie. Dat is januari, is eigenlijk wordt er weinig gespeeld. Ja, voor de toppers, waar ik nog niet bij hoor. Hadden wel toernooi te gooien, maar ja, misschien volgend jaar. Bij een leven als profdart heb je eigenlijk weinig periodes in een jaar waarbij je echt vakantie kan houden. Eigenlijk alleen januari en als je geen World Series speelt, ook augustus. Hecht je daar dan veel waarde aan? Natuurlijk, de tijd dat ik met. Ik moet ook zeggen, ook, als je als darter zijn weekends aan het gooien. Natuurlijk heb ik tijd voor mijn familie door de week. Maar je moet jezelf ook voorbereiden. En de tijd samen is wel heel speciaal, moet ik zeggen. Ook in augustus. Augustus is ook een rustige maand. Ja, daar heb je dan die Nieuw-Zeeland. Heb je dan. Ja, daar zit ik nog niet bij. Maar ja, ik geniet van allebei. Weet je, als ik hier ben, dan geniet ik. En als ik thuis ben, geniet ik ook. Ja, wat heb je dan de afgelopen maand allemaal gedaan? Veel met de kleine op pad. Met hem spelen, naar een kinderboerderij. We zijn niet op vakantie gegaan. We zijn in augustus zijn wel op vakantie gegaan naar Zakynthos. Maar nee, januari hebben we gewoon rustig aangedaan. En genieten met, ja, gewoon met elkaar. En ja, je hoeft niet altijd overal heen te gaan om te genieten. Maar ja, ik zie, hij kan nu een beetje staan en weet ik veel wat. Ja, ik geniet volop van hem. Ben jij een speler die dan in zo'n maand de pijlen gewoon even bewust een weekje weglegt? Of blijf je wel gewoon doortrainen? In het begin van januari natuurlijk wel. Naar de WK. Maar ik wil zeggen, eind januari. En dan begint het weer. En natuurlijk wil ik altijd het beste voor mezelf op toernooien. En ik denk, qua training heb ik het goed gedaan. Ik ben niet een speler die 8 uur voor het bad staat. En dat werkt niet voor mij. En ja, ik heb het goed gedaan, denk ik. De afgelopen jaren zie je dat je telkens een stapje omhoog hebt gemaakt. Wat is voor jou het volgende stapje? Volgende stapje is natuurlijk, ik durf het niet uit te spreken, maar Premier League zou ik wel heel fijn vinden. En, ja, als ze me uitnodigen, dan neem ik het. En ja, als het niet zo is, dan accepteer ik het ook. Maar WK was slecht dit jaar, maar wat ik wil is een beter WK neerzetten ook. Ja, na dit toernooi wordt dan de line-up voor de Premier League bekendgemaakt. Hoe schat jij je kansen tot nu toe in op een uitnodiging? Ik denk dat de kansen nu wel een stuk groter zijn. Dat sommige spelers gisteren ook verloren hebben, maar ik vind ook niet dat ze op één toernooi alles moeten baseren. En dat is net als met Clemens, alle respect voor hem. Hij is de beste Duitser nu op het moment, maar ik zou het niet
fijn vinden dat hij bij de Premier League zit. Maar voor Duitsland vind ik het natuurlijk goed, maar voor darten niet. En hij heeft ook geen meisje gewonnen vorig jaar. Nee, precies. En ik, daarom UK Open titel, maar dat is ook al maart. Maar weet je, ik ben nog steeds in vorm. Over het hele jaar 95 gemiddeld, vandaag ook 95 gemiddeld. Ja, geeft wel aan dat ik wel heel stabiel ben, maar er zit wel veel meer rek in.